Oké, boys. Veel skins komen terug. Zelfs de Renegade die ik nu aan heb. En laatst, dus gisteren, stond er in de patchnote dat de Skulltrooper terugkomt. Ja, heel veel OG skins komen terug, net als de Renegade. Dit is bijvoorbeeld de Renegade Raider. Het is gewoon een normale default skin. Maar, back to the point. De Skulltrooper komt sowieso terug. Het staat in de files. En je krijgt deze keer ook al een backpack erbij. Er komt een vrouwelijke versie ervan. Dus dat wordt echt best wel dope. Je krijgt er een glider erbij. Ik weet niet of die 1200 of 1500 kost. Want bij die oude skins kostte die soms 1200, soms 1500. En soms 1200, maar nu bij de nieuwe kost die... Kost alle epic skins 1500. Wat we van deze skin weten is dat die... ongeveer in oktober, november uitkomt. Gewoon tijdens Halloween. En ik weet niet. Ik denk dat er ook nog Christmas skins terugkomen. En andere skins. Ja, ik weet niet. Ik vind sowieso de Skulltrooper best wel een gaaf skin. Zou ik hem zelf kopen? Ik weet niet. Ze doen dit meer omdat... er zijn nu zoveel scams. Er zijn nu zoveel scammers en zo. Dat mensen zeggen dat ze een Skulltrooper hebben en uiteindelijk heel veel geld verliezen. En heel veel mensen zijn gewoon kleine kinderen die Fortnite willen spelen. En meeste mensen die skins hebben, zijn ook meestal kleine kinderen. En ja, het is ook voor mensen die ongeveer 10, 12 jaar zijn. Daar niet van. Het is ook voor ouderen, maar... er zijn zoveel mensen denk ik opgelicht. Dus ik zou gewoon gewoon niet met die dealers omgaan. En ik zou wachten tot oktober, november, wanneer die skins uitkomen. Wat? Wat vind je van de Ghost Backpack? Het is een backpack. Het heeft iets met het spel te maken. Ik ben in het spel best wel slecht. Ik ga denk ik nog challenge video's maken. Waar ik misschien faal. Waar ik misschien goed in speel. Ik weet niet. Ik weet het niet, boys. Ik weet niet. Backpack gaat sowieso sick worden. Veel mensen gaan hem rocken. Ik zou hem kopen als ik jou was. Er zit sowieso denk ik ook nog een story achter. Die patch notes hebben ze wel vroeg erin gehad. Waardoor je... ik bedoel, deze patch notes hebben ze wel laat erin gehad. Waardoor niemand in die patch notes ging kijken. Dus het kan morgen zijn. Het kan over een week zijn. Het kan over een maand zijn. Maar ik denk persoonlijk dat het tussen nu en een week is. Het kan niet langer zijn. Laat een like achter als je het leuk vond. Wil je meer van deze video's zien? Laat ook een like achter. Oh, er waren gewoon 2 John Wickies. En ik zeg later.